Welkom bij Terschelling.tv. Welkom bij het eerste Terschelling TV-journaal in het nieuwe jaar. Welkom bij Terschelling TV. Hartelijk welkom. Hallo allemaal. Welkom bij het Terschelling TV-journaal vanaf het prachtige strand. Van zaterdag 23 juli. 5 jaar Terschelling TV. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is bizar. Wel, veel. Ook heel veel. Ja, je bent er ooit mee begonnen. Ja, met Arjen Bokselaar, met z'n tweeën. En we hadden toen wel een visioen, zeg maar. Ja, waar dat naar uitdraait, dat weet je natuurlijk nooit. En het is nu op een level, dat had ik nooit durven dromen. Technisch gezien is het echt fenomenaal. Ook door Gerrit en door Martin en iedereen die meewerkt. En Miranda en jij. Het is, we zijn eigenlijk, ik noem het wel eens, goede semi-professionals aan het worden. In 5 jaar tijd. En dat vind ik wel heel bijzonder. Zo, nou, eerst even naar de play. Hey, kijk eens wie de jarig is vandaag. Terschelling TV. Nou, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Miranda Boekelo. Ja. Terschelling TV. Presentatrice, programmamaker. Items draaien, cameravrouw, geluidsvrouw. Je hebt alles gedaan. Dat is wel heel veel hoor. Je hebt alles gedaan, hè? Alles al een keertje gedaan, ja. Wat was voor jou het hoogtepunt? Dat zijn een paar kleine grappige dingetjes. Ja. Ene was natuurlijk dat we tijdens de storm op de dijk stonden en dat het zo hard waaide dat ik letterlijk echt wegwaaide. Inmiddels staan we op de dijk. Zoals je kan zien. Het duurt behoorlijk hard. En er was nog een keer dat het leger hier op bezoek kwam en ik mocht meedoen. Ja. Ik had een heel legerpak aangekregen, hele zware rugzak op. Wapen meegekregen, helm op en ik mocht meedoen. Voor de show natuurlijk. Nou, sergeant, major, we zijn er klaar voor. Allereerst nemen ze even de houding aan. Oh. Voetjes naast elkaar, prima. Ja, nu mag je wel. Sergeant, major, we zijn er klaar voor. Super. Als jullie eventjes om de kaart heen kunnen staan, zal ik je even kort en bondig vertellen wat we vanavond gaan doen. 2200 is het rollen en dat witte gezicht van jou, dat kan natuurlijk absoluut niet. Dat ga je eerst nog groen maken. Wat ga ik doen? Vragen? Geen vragen, Jamil. Vragen? Geen vragen. Start. Ik kom hier zo vanuit. Wat ben je nog van plan voor Terschelling TV? Wat wil je, waar kijk je naar uit? Om met elkaar nog meer leuke items maken. Ja. En dat we naar de volgende 5 jaar gaan. Ja, oké. Je hebt er wel zin in. Ja, nou. Zeker. Succes. Dankjewel. En bedankt voor de afgelopen 5 jaar. Ja, graag gedaan. Wat was voor jou een moment dat je zei van daar ben ik wel een beetje trots op? Nou, wat ik wel heel erg trots op ben is dat we met Torenpraat zijn begonnen. En ja. De eerste eigenlijk met, ja, we deden maar wat. Ja. Met een elektrische auto. met Hille. Ja. Dus, en ja, die ging best wel, we reden best wel hard. Dus als je goed luistert hoor je heel een beetje hijgen. Hoe lang duurde die? 6 minuten? 5 minuten? Ik denk 5 minuten of zo. Maar dat vond ik heel erg leuk om te doen. Eerste editie van Torenpraat, waarbij we door de Torenstraat heen lopen. En aan het eind stellen we nog een dilemma. Onderweg hebben we gewoon een gesprek. En de eerste editie is met Hille van Dieren. We gaan los. Hille. Ja, goedemorgen. Fantastisch dat je mee wil doen aan het eerste item. Maar jij betaalt mij ook goed, dus. Dan eindigt het met een dilemma. En voor jou is het dilemma oost of west? Oost. Oost. Waarom oost? 70 jaar gewoond. Oh nee. 60 jaar gewoond. En ik ben er nog iedere dag. Nou, dus dan mag jij richting mijn geboortegrond. Oost, loop ik richting west. Is goed. Helemaal goed. Ja, oké. Nou, bedankt mannen. Dus daar ben je trots op? Daar ben ik zeker trots op. Maar ik ben ook trots wat we met als team met elkaar elke week weer doen. Hoeveel Torenpraat waren er nu tot nu toe? Ik denk een stuk of 60. 60. Nou, op naar de volgende 60. Op naar de 100. Op naar de 100. Kijk, je hebt Fox News, volstrekt onbetrouwbaar. BBC, aardsconservatief. Je hebt het NOS Journaal, dat is hartstikke ouderwets. En je hebt Terschelling TV,
En daar zie je altijd de waarheid. Gefeliciteerd met jullie 5-jarig bestaan. Trots op jullie en tot snel op het prachtige Terschelling. Hoi. Poeh, het leukste moment in 5 jaar Terschelling televisie. Nou, ja, er zijn natuurlijk heel veel leuke momenten geweest die me zijn bijgebleven. Een keer waarde ik van de steiger af, kon bijna geen adem meer halen van de harde wind. Waarschuwing voor de scheepvaart, strekte IJmuiden, Texel, Hellingen. 3 januari en de eerste zware storm die raast over de Waddeneilanden. Het is windkracht 10 met uitschieters, naar windkracht 11. We staan hier op de haven van Westerschelling. Het interview met minister Cora van Nieuwenhuizen was leuk. Maar ik denk toch de poepbacterie. Dat was een aankondiging van een item met Ellie Bolt. Die ging zwemmen voor het goede doel. En in de aankondiging daarvan, ja, daar ging het helemaal mis. En we hebben natuurlijk allemaal via de media... Dit gaan we even overnieuw doen. Via de media... Zeg even take 2. Take 2. Via de media hebben we allemaal wel vernomen dat het... Doen we even overnieuw. Via de media hebben we allemaal vernomen dat het meezwemmen met Maarten van der Weijden niet doorgaat in plaats van... Oké. In verband met een poepbacterie. En dat is natuurlijk... Verdorie. In de media hebben we al... Oké. Nou. Weijden niet doorgaat in verband met de poepbacterie. Tiende van Terschelling TV. Namens de TOV, de Terschellinger Ondernemersvereniging, wil ik jullie enorm feliciteren met jullie eerste jubileum. 5 jaar jong, maar wel ontzettend volwassen in het maken van prachtige reportages over ons mooie eiland. Waar jullie en de eilanders en de badgast enorm veel plezier mee doen. Een hele fijne verjaardag en ga zo door. Ja, Terschelling TV 5 jaar. Je zou denken dat het veel langer bestond. Wat hebben we niet allemaal gedaan? Die kerkdiensten in de coronatijd, ook buiten. Ik herinner me de kerstuitzending van al die, langs al die dorpen. Dichter bij zee. Op het Grote Duin bij Westerschelling. De stranddienst van de kerken. Buiten gefilmd en in de verschillende kerken op Terschelling meer dan 70 keer kerkdiensten opgenomen in de coronatijd. Daar zijn we enorm mee geholpen toen, in die tijd. Ik herinner me natuurlijk ook dat eindeloze wachten tot die techniek het ging doen. En dan zat je je toga al aan en dan zouden we beginnen, oh nee! Dat is toch weer iets niet goed. Bleeftechniek. Het was altijd... Het moest het doen. Hè? Dat blijft natuurlijk. Dat weten jullie als crew maar al te goed. Dus... Gefeliciteerd. 5 jaar. Komt nog vast wat bij. Op naar het volgende lustrum. En hopelijk hebben we elkaar niet meer zo hard nodig. Wat betreft mijn eigen items, ja, vind ik het interview wat ik ooit gemaakt heb met Peter van Riezen. Ja, dat heeft mij toen zo geraakt. Dat vond ik zo'n bizar levensverhaal. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Peter van Riezen. De nachtburgemeester van Midstad. Dagburgemeester. Oh, de dagburgemeester. Geen nachtburgemeester. Toen ik 11 maanden oud. En toen kwam ik in een kinderthuis. Oké. In de Martenstichting in Al van der Rijn. Al van der Rijn. Ja, en daar ben ik... Ben je uit huis geplaatst als kind of zo? Nou, ik was 11 maanden, dus ik was een baby. Je weet het helemaal niet? Dat weet ik helemaal niet. Heb je ouders niet gekend? Nee, want ik kwam er later pas achter. Maar ik ben eerst in Martenstichting Rijn, daar ben ik 13 jaar geweest. En door mijn gezondheid en ik had geweerstand, toen werd ik overgeplaatst naar Groot Emaus in Ermelo. En daar ben ik geweest tot mijn 18e jaar. Ja, dan kwam ik van de hemel in de hel. Dus eigenlijk is Terschelling een beetje je redding geworden. Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Want toen ik 80 werd, nou, toen kreeg ik een groot feest voor het eerst. De eerste grote verjaardag in mijn leven. Ik had het nooit meegemaakt. Heel succes. En hou het nog een tijdje vol.
Komt goed. Want je moet wel die 6000 foto's nog even digitaliseren. Ja, er moet nog wel even gebeuren. Er moet nog wel even wat gebeuren, hè? Ja. Hey, super. Hey, bedankt. Leuk. Van harte gefeliciteerd, de Schelling TV. 5 jaar alweer. Wat is de tijd gevlogen? Ik kan me natuurlijk jullie start nog goed herinneren. Het is van meet af aan heel veel vrijwilligerswerk geweest. Wat zijn jullie steeds professioneler geworden? In het begin was het bijvoorbeeld met het vragen stellen nog vooral vragen om vragen stellen. Maar het is inmiddels geweldig geworden. En ook voor mensen aan de wal hartstikke handig. Want we kunnen aardig bijblijven op deze manier. Ik hoop dat jullie nog jaren te gaan hebben samen. Veel plezier erbij. De Schelling TV, alweer 5 jaar. Van harte gefeliciteerd. En wat doen jullie goede dingen voor de Schelling? Wat laten jullie de Schelling op een mooie manier zien? Ik hoop dat jullie nog vele jaren erbij krijgen. Dat we nog heel lang voor jullie mogen genieten. Groetjes vanaf de wal deze keer. En tot snel op de Schelling. Het eerste jubileum van de Schelling TV. 5 jaar alweer. Dat lijkt me wel reden voor een feestje. Namens heel Oerol van harte gefeliciteerd. En we hopen dat we nog heel lang mogen samenwerken. Ja, 5 jaar Schelling Televisie. Ja, ik vind het team heel leuk. Ik vind de opdrachten die we doen heel leuk. We kunnen ontzettend lachen samen. Soms ook een traan, bijvoorbeeld met een begrafenis of ja, zo. Dat ja, vind ik ook ja. Dan wel weer heel mooi. Wat voor jou ook heel gek was, dat was natuurlijk dat de Westmee voor het eerst weer in de haven kwam. Ja, dat vind ik wel toen vader, het meest net, toen je vader eigenlijk net overleden was, hè? Ja. Een halfjaartje daarna of zo, een jaartje daarna. Een jaar, denk ik, ja. Ja. Nee, dat vond ik echt heel mooi. Gerestaureerd, weer terug, eigenlijk op zijn plek. Dat is jouw favoriete fragment? Ja, ja. Ik kan wel zeggen dat voor mij zeg maar, het mooiste moment was om dat ook te zien, te maken. En te maken ook? Ja. Ja. Okay. Ja, de schroef, de originele schroef van de Westmeep ligt bij mijn vader. Ja. Ja. Op het graf. Op het graf, ja. Ja. Als gebaar van... Nou ja, dit was natuurlijk echt zijn ding, boot. Ja, zijn, ja dit was natuurlijk zijn ding. En toen we bezig waren na zijn overlijden om te kijken van nou ja, hoe gaan we dat zeg maar inpakken of versieren, hoe je het maar mag noemen. Ja. Toen dacht ik van ja, ik wil iets van de West mee. En toen dacht ik, volgens mij liggen er nog schroeven. En toen zei mijn moeder van ja, er liggen nog 2 schroeven in de lood. Toen zei ik van ja, misschien is dat wel een heel gaaf idee. Ja. Dus er ligt een hele mooie koperen schroef, ligt er nu van de West mee, ligt nu bij mijn vader. Ja, ja. Dus hij is helemaal origineel, behalve... Eén schroef. Nee, want er waren 4 schroeven. Oh, er waren 4. Er is er een beetje over, hoor. Dus, Oké. Okay. Ja. Eline, we hadden het net al even over. Je hebt ook iets moois overgehouden aan het schip, hè? Ja, ja. We gingen naar Vlieland vaak en zwemmen in de haven. Maar ja, ik durfde eerst niet. En we hadden ook een bootje aan de kant liggen, zodat we daar in konden klimmen. En dan op de Westmeep en dan weer het water in. Maar toen sprong ik dus op het bootje. Op een ijzeren roeidol. En ja, sindsdien heb ik zo'n leuke Vlieland aandenken hier. Ja. Maar ja, mij lijkt het wel een leuk idee voor jullie om nu eventjes te proberen of jullie veilig het water in kunnen komen. Ja. Nou, fantastisch. Okay. Op naar de volgende 5 jaar. Hè? Ja, ik hoop het. Ah, ja, absoluut. Hoe lang zit ik al bij de Schelling TV? Nou, ik ben al tevoren al met Herschel bezig geweest. Begon ik altijd met wat dingen te doen op zee, met de roeierij en dat soort dingen. Ja, mijn mooiste ding is natuurlijk, naar Libanon gegaan met Kees en Helene. En daar hebben we een mooie docu gemaakt. Ja, dat is eigenlijk mijn mooiste ding wat ik gemaakt heb eigenlijk. En ik hoop dat de mensen die het gemaakt hebben en met mij ook samen het hebben gemaakt. Ja, daar ben ik gewoon hartstikke trots op, joh. Dat is fantastisch als die mensen mij hebben geholpen. Want ik kan het niet zelf. Ik heb wel ideeën, maar uiteindelijk, ja. Ik vond dit wel een heel mooi ding. Je voorin, achterin. Waar ben jij? Waar is Fian? Ja.
ja, wat wij eigenlijk moeten hebben, dat is nieuwe ideeën. Maar die worden meestal geboren in de studio. Hè. Als je bij elkaar zit te praten, is het altijd het mooiste om te kijken wat we ook wel kunnen doen. Want elke week iets in elkaar zetten, dat valt niet mee natuurlijk. En de heren die zijn altijd onderweg. Ik dan weiniger dan de ander, maar die hebben er ook meer tijd voor. Ik sta meestal in de brouwerij, dat is mijn ding dan. En mocht ik daartussendoor nog tijd hebben om met hun mee te filmen, ja, dan ga ik mee. En dat vind ik wel fantastisch. Het filmen op zich, hè. Dat ik interviews afnemen kan ik gewoon niet, dat is niet mijn ding niet. Maar ik vind het wel leuk om daarin mee te gaan. Dus ja, wat gaan we doen? Dat is nog een verrassing voor mij en voor de crew. Beste mensen van Terschelling TV, van harte gefeliciteerd met jullie eerste lustrum. Dat er nog maar vele mogen volgen. En een hele hartelijke groet, dames en heren Doeksen. Succes! Ja, en dan zitten we nu in de studio voor een groene wand. Wat wil jij? Strand, dat past het beste, strand, toch? Hè? Ja, en zo werkt dat in de studio, ja. Ja, en hoe begon dat? Dat begon gewoon op een donderdagavond in de Goede. Van, zullen we het dan eindelijk gaan doen? Want hij had het al 2 weken van tevoren gevraagd. En jullie die zeiden van, doe het nou, dit is leuk. Oké, zei ik, oké, we gaan het doen. Goed, zei Herschel, morgen beginnen. Oh, kom maar lekker om 11 uur en dan gaan we beginnen. Ik denk, nou ja, dan gaan we wel in de raambal beginnen. Nou, hoe ging dat van? Nou, ga maar zitten, hier is de camera, hou me vast. Ik doe wel even een verhaaltje. Ja, doe maar een verhaaltje. En dat is dat filmpje geweest wat je in het begin gezien hebt. Ja, de eerste aankondiging van het eerste journaal. Maar wat is nou in die hele periode, want jij draait al 5 jaar lang mee. Wat is het leukste, een van de leukste dingen van jouw hoogtepunt? Een hoogtepunt. Een hoogtepunt. Ja, ik zelf vond een hoogtepunt wel 2 januari. 2019, dat ik om 8 uur 's ochtends hoort, vlak na nieuwjaar, hè, dus je zit nog vol champagne, dat je 's ochtends om 8 uur uit je bed wordt gebeld door Hessel en zegt, je moet nu komen en ik kom je zo halen, want we moeten het strand op. Het strand op, hoezo dan? Ja, er ligt van alles op het strand. Ja, maar kan mij dat schelen? Ik kan het niet doen. Oké, weer opgegooid. Ik denk, nou, bekijk het maar, weer bellen. Ben je klaar? Want ik kom je nu halen. Ja, maar wat is er dan? Ja, er ligt van alles op het strand. Oké, kom maar langs dan. Goed, ik mee. Nou, we komen op het strand. De bekende containerramp had net plaatsgevonden. De manden die er lagen, die waren al aan het opladen. Maar wij sprongen echt in de auto, camera en filmen. En onderwel toch nog even wat lampen in je zak en wat sandalen in je zak. En de dingen die je denkt van, dat komt nog wel. En toen, de fameuze containerramp. Yeah. En dan het interview met Bert Wassink, de burgemeester toen, de strandvonder officieel, die echt om zich gewoon rondkeek en denkt, wat is hier gebeurd? We staan hier op 2 januari op het strand tussen Van Weerum en Heartbreak Hotel, hoor. Ja. Oosterend. En het ligt hier bezaaid met allerlei spullen. Wat is je eerste reactie wat je hier allemaal ziet? Ja, echt droevig. Het is heel triest, maar als je om je heen kijkt, er ligt zo onnoemelijk veel rotzooi. Het is ook allemaal spul wat je niet meer zo wegkrijgt. Helemaal kleine stukjes piepschuim en plastic en heel veel troep over kilometers afstand. Dus echt om op te huilen. Ja, want de tweede vraag die dan, want iedereen is hier nu aan het jutten als een gek. Het juttersbloed stroomt enorm op dit moment. Maar wat gaan we doen met de rotzooi die blijft liggen? Hoe gaat dat weg? Ja, nou, dat moet opgeruimd worden. En in eerste instantie is natuurlijk het bedrijf dat eigendom heeft van het schip is daarvoor verantwoordelijk. Dus daar gaan we ook zeker achteraan. Het schip is bekend, heb ik inmiddels begrepen. Dan komen ook verzekeringen daaraan te pas. Maar hier is een gigantische actie voor nodig. De dag erna roept burgemeester Wassink op tot een massale opruimactie. En daar wordt massaal gehoor aan gegeven. Vele eilanders en badgasten trekken het strand op met een prachtige vuilniszak. En proberen die te vullen en daarna weer op de diverse depots leeg te gooien. Ook de containers worden opgeruimd door de firma TripHack. Ze worden vakkundig uit elkaar getrokken en vervolgens op een trailer gezet. Nou, dat dus. Maar ja, er zijn nog veel meer hoogtepunten geweest. Wat was nou voor jou eigenlijk een
Met echt een hoogtepunt. Oh ja, ik heb erover zitten nadenken wat allemaal hoogtepunten moeten zijn. Maar het is de diversiteit. En het is gewoon echt zo. De verschillende dingen die we doen. Ja. Er is niet echt een hoogtepunt. Ik vind eigenlijk alles. De live reportages die we doen. Dingen die we voor springtijd doen. Vind ik leuk. Bij mij is elke keer een hoogtepunt als er een vorm van een uitdaging in zit. En met sommige dingen vind je het leukerder, hè, met montages, dat soort dingen. Als de montage ingewikkelder wordt, dan is de uitdaging groter, vind ik het leuker worden. Ik moet wel heel erg glimlachen als je bijvoorbeeld een storm hebt. Miranda en ik zijn op pad, Bram en Thijs zitten achterin. We maken een reportage over een boom die op de weg ligt. En je denkt, nou, dan hebben we die boom maar te pakken, we rijden weg. En daar ligt een kleine boom. En dan is de grap eigenlijk al geboren. En dan schieten Thijs en Bram, die schieten uit de auto. En dan krijg je dit. En dat haalt dan beste kijkers van RTL 4. Maar Chiara bereikte niet alleen de landelijke media. Ook de lokale zenders die wisten wel raad met deze superstorm. Zo ook onze nieuwe guilty pleasure, Terschelling TV. Hoofdweg enige tijd afgesloten wegens boom. Westerschelling tijdelijk zonder water en schade bij zwemparadijs De Dorbe. Inmiddels staan we midden op de hoofdweg. Hier is zojuist een enorme boom omgewaaid. Ook ons jeugdteam is op pad om te kijken wat er allemaal gebeurt. Thijs was samen met Bram en Joep bij de boom op het fietspad. Ik zag net bij Miranda en Gerrit-Jan de grote boom op de weg. Nou. Wij staan hier bij een kleine boom. Ja. Maar het is niet de enige keer landelijke televisie, want op een gegeven moment hebben we ook Willem-Alexander op het eiland. Ja, het geheime bezoek van de koning aan Terschelling. Ja. Nou, een diepste geheim worden wij opgetrommeld. Althans, Hessel wordt opgetrommeld en die trommelt vervolgens de rest op. En we hebben daar de hele dag Willem-Alexander over het eiland, of de hele ochtend, het was maar een ochtend, Willem-Alexander over het eiland gevolgd. Zo ook op Oosterend. En daar stond jij met een camera. Ja. En daar stond Pieter met een camera. Die stond op de dijk en stond daar naar beneden. De koning moest even in het gras gaan staan, want dat was een persmoment. Dat hebben we allemaal gedraaid. En ik viel echt van mijn stoel toen ik twee dagen later bij de Wereld Draait Door deze Lucky TV zag. Ja. Zo, van harte welkom. Ja, dankjewel. Zenuwachtig? Ja. Helaas, ik heb een lange rit gehad, dus ik moet heel even mijn kleine vriend de hand geven. Oh, ja? Nou, dat kan hoor. Ja. Ja, kom maar aan. Bijna klaar. Ja, daar ben ik. Rustig maar. Rustig aan, mensen. Rustig aan. Handje! Nou, vooruit. Nee, joh. Ik heb ze niet gewassen, hè? Ruik maar. Nou ja, dat was dus gewoon van ons gejat, onder andere. Maar we hebben ook nog een keer de Duitse televisie gehaald. Althans, Pieter. Ja, en dat was volgens mij tijdens een jaarvergadering van de Terschelling TV. En Pieter die zat al een tijdje op de wipstoel. Want er was weer reuring op het strand, een storm op het strand. En hij moest weg. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En Pieter die wordt door de Duitse televisie onderschept. Maar het allerleukste is gewoon Duitsland. Ja, het wordt nagesynchroniseerd. Ja. En dan komt hij even. Herr Biermann. Es ist noch tiefe Nacht auf der Schelling, als Pieter Biermann mit seinem Jeep über den Strand rollt. Wer Beute machen will, muss früh aufstehen. Die erste Flut von China-Produkten ist bereits eingesammelt. Jetzt halten sie nach der zweiten Welle Ausschau, doch die Ausbeute ist noch mager. Wir sind am Strand gewesen und das einzig Brauchbare, was wir gefunden haben, ist ein T-Shirt. Ich hoffe, dass das nachher noch besser wird, aber für den Moment ist es das wohl. Ja, er zijn nog wel meer hoogtepunten en het
verbaast toch altijd weer. Best scorende filmpjes op de Schelling TV zijn eigenlijk de Sinterklaasjournaals. Sinterklaasjournaals, ja. Ja, ja. Omdat de NTR dit jaar volledig is overgestapt op roetveegpieten, wemelt het opeens van de alternatieve Sinterklaasjournaals. Eerst eventjes, zijn het er echt zoveel? Ja. Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Ter Schelling TV Sinterklaasjournaal. Welkom bij het Zelhemse Sinterklaasjournaal. Van harte welkom bij het enige echte Elburgse Sinterklaasjournaal. Welkom bij het eerste enige echte Zwolse Sinterklaasjournaal. Welkom bij het allereerste Katwijkse Sinterklaasjournaal. Wat leuk dat jullie kijken naar de eerste aflevering van het Zierikzeese Sinterklaasjournaal. Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar de tweede aflevering van het Emmer Sinterklaasjournaal. Ja, het Emmer Sinterklaasjournaal. Voor mensen die ervan moeten kotsen. Ja, dat is absurd wat daar gebeurt. Want we zaten straks nog even te kijken. Over de honderdduizenden. Ja, over de honderdduizenden, ja. En als je het allemaal bij elkaar bekijkt. Maar ja, het is, elk jaar is het wel een hoogtepunt. Want Hessel die is ermee begonnen. Kleine filmpjes, leuk voor de kinderen voor op school. Maar toen kregen we inderdaad weer de corona. En Sinterklaas kwam niet aan. Ja, en dan komen er wat vragen komen erbij je. Ja, en dan ben je het haast verplicht om voor die kinderen iets te maken. Maar ja, dat loopt dan weer finaal uit de hand. Ja. En je krijgt, het mooie is, er zijn kinderen mee geboeid. We maken in no time, maken we dat niet. Er wordt een script bedacht. Miranda die is dat aan het omzetten in schrift. Wij mogen dat weer in beeld omzetten, dan krijgen we een montage. Maar het mooie is, het is voor kinderen. Kustwacht gaat meehelpen met boten. De KNRM gaat meehelpen met boten. Alles gaat aan het werk om de kinderen. En het meest frappante nog vond ik dat het hele Drenkelingenhuisje is nagemaakt. Ah ja. Ja, helemaal aangemaakt. Ja. Hallo. We hadden een studio hadden we natuurlijk nodig. Dus inderdaad, Hessel die heeft een vriendje opgebeld die canvassen kan bedrukken. Sylvester Kok is foto's wezen maken. Twee dagen later hadden we het Drenkelingenhuisje in een lood staan. Ja. Wat een hele hoop mensen trouwens niet weten. Hè? Nee. Die denken echt alles is in dat Drenkelingenhuisje. Nee jongens, het was een decor. Het rijden, hoor. Ja, het was een decor, ja. De buitenopnames, dat klopt. Maar alles wat binnen draaide, wel ontzettend leuk. Eindelijk is Sinterklaas een keer zonder problemen op de Schelling aangekomen. Maar toch beleefde Sint samen met zijn vrienden, waarom zit hij zo raar zwaar te ademen? Niet goed, hè? Nee, je zei in die buurt. Oh, in die buurt? Het ja. Ging echt per ongeluk. Geef me die pakje. In die buurt. Sinterklaas in die buurt. Nee, dat leek ons aan. Niet zo lang, er wordt hier gefilmd hoe Harry de hele tijd aan het manoeuvreren is. Hij is al half uur bezig namelijk. Waarschijnlijk is dat de burgemeester waar je blijft. Hij komt, hij komt. Heb je je telefoon goed om? Nee, dat gaat niet. Ik ben links. Nee, heb jij links de telefoon? Nee, maar ik ben links. Riders on the storm. Riders on the storm. Nou, kom ik hier ook eens. Je komt erop onaan. Ik kom je ophalen. We gaan stappen. Kom maar. We gaan stappen. En ik heb de lift meegenomen. Ja, maar wat moet ik met deze lift? Ja. Loop even om. In elkaar. Sinterklaas heeft helemaal geen verzuikje. Hallo, Ter Schelling TV. Nou, van harte gefeliciteerd eerst met jullie 5-jarig bestaan. En het was toch wel heel bijzonder voor mij dat ik mee mocht doen met de Sinterklaas vinden en de staf het jaar erop. En we hebben heel veel lol gehad. En hopelijk weer tot volgend jaar, wie weet. Groetjes, Harry. Kunnen we gelijk even... Ja, maar het is voor mij wel genoeg. Ga weg. En in één keer door. Andere kant op door, bedoel ik. Langs de
Oh, kut. Hij is weg! Oh, zo snel is weg! Hoe heet hij die nou precies? Hier loop je het beeld in. Ja. Stop hier. Ja. En dan inderdaad hier. Voor eens en voor altijd einde pakjes aan. Van? Terugdraaien. En weglopen. En weglopen. Oké. Het lijkt me wel eens een keer genoeg. Naar die streep, hè? Oké. Naar de streep beginnen te praten. Oké, even overnieuw. Dit lijkt me ver genoeg. Even overnieuw. Dit lijkt me wel eens een keer genoeg. Naar de streep. Even overnieuw. Dit lijkt me ver genoeg. Even overnieuw. Dit lijkt me ver genoeg. Voor één. Zo, dit lijkt me ver genoeg. En voor één voor altijd. Einde pakjesavond. Oh, ik vind het echt niet leuk meer, nu al niet. Zou je heel vast, hè? Ja, ik sta. Oh! Boris, ga je lekker slapen? Tot morgen. Nee. Lekker slapen, tot morgen. Misschien nog één keertje. Boris, lekker slapen, tot morgen. Oh, dat zeg ik nu. En wie weet, tot volgend jaar. Oh, moet je door mee? Tot zover. Dank voor het kijken. Tot volgende week. Leuk. Lieve mensen van Terschelling TV, ontzettend gefeliciteerd met jullie vijfjarig bestaan. Elke week een nieuwe uitzending maken met allemaal leuke en mooie items. Dat is ontzettend knap. En daarbuiten ook nog het Sint-journaal en dat soort dingen. Dat doen jullie met heel veel liefde, toewijding en geheel vrijwillig. En steeds professioneler. En soms mag ik daar mijn steentje aan bijdragen. Vind ik hartstikke leuk om te doen. En ik hoop dat jullie de komende 5, 10, 15 jaar dit blijven doen. Groetjes vanaf de wal. Hoogstaand bezoek hebben we vaak op de Schelling en daar zijn we ook altijd bij. Er was er één toch echt bij, dat was echt een zwaar bezoek. En dan, Freya, die zei, ja, maar dan heb je het even over het nieuws, want dan is het inderdaad. En dan zijn twee van die dingen, dat was Freya en die dolfijnen. Dat was op een gegeven moment ook iets van dolfijnen. Hoe nieuws op een gegeven moment snel gaat. Want we zitten natuurlijk met de Schelling TV, met camera's zitten op het eiland. We werden vrijhuis op het eiland. We stonden daar al te filmen. Gewoon weer leuk voor onszelf. En we hebben een paar plaatjes van het. Binnen no time. NOS, RTL4, Omroep Friesland, SBS6. Alles begint te bellen. En die willen allemaal beelden hebben. Hoe snel nieuws gaat. En als één nieuwszender ermee begint, dan willen ze het allemaal. Ja, maar het moet toch gevuld worden. Ja, inderdaad. Dat ja. Hebben wij ook met de Schelling geweten. Het moet gevuld worden. Dus dan zijn we dan inderdaad mooi dichtbij. Walrus aan het eiland hoppen. Op 20 september was deze dame al op Schiermonnikoog gespot. Kort geleden in Harlingen en nu dus ook op de Schelling. Het is een dame die inmiddels een naam heeft. Roos uit het etymologisch woordenboek Odobenus rosmarus, wat zeedier betekent. Een walrus voedt zich vooral met schelpdieren, daarom ook de grote slagtanden om de grond om te woelen. En met de Japanse oester rondom de haven is er aan voedsel voorlopig geen gebrek.
walrussen leven op rotsachtige gebieden. Vandaar dat de keien in de haven een fijne plek zijn. En waarom het dier hier is beland, is totaal onduidelijk. Walrussen storen zich niet echt aan mensen, maar komen niet te dichtbij. Het zijn hoe dan ook wilde dieren. Ze kunnen verraderlijk snel zijn en ze zijn berensterk. Hoe lang Roos op het eiland blijft, is onbekend. En het Terschelling TV Journaal zou het Terschelling TV Journaal niet zijn als we toch nog eens een onderwerpje hebben wat we kwijt kunnen. En dat is deze week de TOF, het Terschelling Openlucht Filmfestival. Dat is weer van start gegaan gisteravond en wij zijn daar even gaan kijken. 5 augustus en het is zover. De eerste Terschellinger Openlucht Filmfestival avond 2022. Ja. En zijn jullie er klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. Up and running, yes. Nou, het loopt aardig vol. Het is al een succes voordat het begonnen is eigenlijk. Rustig. De film moet nog beginnen, hè? Het zijn 10 dagen, hè? Ja, dat is de eerste dag. Ja, maar het is 10 dagen. Ja, gaan jullie doen? Ja, het is voor het eerst 10 dagen. Dat zouden we vorig jaar al, maar toen ging die sympathieke rugstreeppad ervoor liggen. Oh, ja. Dus nu doen we het echt 10 dagen. Dat is ook waarom we het nu hier op de crossbaan doen en in plaats van de zandafgraving. Mm-hmm. We zullen zien of we het volgend jaar hier doen of daar weer doen. Maakt niet uit. En een mooie beschutte ruimte hier wel. Zeker, plek. Ja, het is toch prachtig, sfeervol. Beter kun je niet krijgen, denk ik. En dicties op hoogte zie ik ook aan. Ja, op niveau. Klasse op hoog niveau. Nou, we hebben overwogen om er één neer te zetten en dan een kwartslag te draaien. Dat als je nodig moet, dat je dan toch nog de film kan kijken. Ja. Maar dan vonden we iets te ver gaan. Dus dat vonden we iets minder tof. Dus we hebben het toch maar weer zo gezet. En om hierbij te zijn, dan werkt het toch weer iets anders dan de jaren daarvoor. Want je moet naar de website en dan? Ja, dan moet je naar de website en dan moet je klikken. Tof.nu? Ja, en dan ga je naar tof.nu. Dan ga je naartoe en dan zie je van ik moet hierop klikken, dat is een e-mailadres. En als je daarop klikt hoef je niks te doen, dan hebben wij de e-mail al helemaal voor je geschreven ook. Inderdaad, en hoef je alleen maar op verzenden te klikken en dan krijg je het programma binnen. Ja. En mag je iets vertellen over het programma wat het is of moeten mensen echt daar kijken? Ja, mensen moeten echt gaan kijken. Of mensen moeten hier komen, de mensen die hier zitten, die weten het allemaal. Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat is een verrassing hè. Ja. Uiteindelijk gaan we misschien wel naartoe dat we nooit meer wat vertellen, serieus, dat we wat voor films we gaan draaien. Dat mensen vertrouwen hebben als we dan tof gaan, hebben we een goede film. Was het moeilijk om dit jaar iets samen te stellen? Oh nee, het programmeur is Walter. Dus, de programmeur is Walter. Wij vonden het heel makkelijk. Het was easy. Je hoeft alleen op play te drukken. Wij hoeven alleen maar met ons vingertje hup, play en dan draait hij. Hey, Walter programmeert de films. Walter? Ja. Ja, het is dit jaar had ik wel als, dat hebben we sowieso een keer besloten van, het moet in het teken staan van de lol moet terug. Dus het zijn wel films met een goed verhaal en waar ook wel een boodschap in zit. Maar het is vooral een zomers aspect. Nou, is het, bij deze film is het niet alleen maar zomers, maar dit is gewoon een lekkere film, inderdaad. En het is een goed verhaal. Je wordt in ieder geval vrolijk van. Okay. Dat is goed. En elke avond heb je een andere film? Ja, elke avond een andere film. Ah, ja, okay. Zo zijn we dan ook alweer. En hoe staat het tot nu toe met de belangstelling? Ik vind het hier toch al aardig vol lopen, zo stiekem. Nee, het gaat heel goed. Kijk, wij kunnen natuurlijk nu ook kijken, mensen die vragen een mail. Dus er zijn geloof ik 1400 mensen hebben het programma al opgevraagd. Kijk. Als je allemaal 4 films halen, ja, dat is, dan wordt het misschien wel verontrustend druk. Ja. En je kunt hier nog veel meer dan alleen maar film kijken. Ja, zeker. We hebben allemaal lekker dansen. Je kan lekker een biertje, wijntje, popcorn, chipjes, alles eigenlijk. Ja, lekker biertje. Een wijntje. Ja. En is het nu nog niet een beetje te licht om iets te starten? Of wacht je nou gewoon echt door? Dat is de magie van buitenfilm kijken. Dan denk ik, want er kwam net ook een meneer van, ja, maar dat is toch veel. Ik zie nog niet zoveel. Geduld. Komt het dus echt een goede projector. En wat een voordeel is, als je dan het langzaam dicht wordt en het beeld wordt nog feller, dan glij je zo lekker de film in, de nacht in. Dus het is eigenlijk alleen maar voordelen. Echt waar. Ja, die man komt om 12 uur naar ons toe en zegt, je had gelijk. Oh ja, precies. Ja. Nou, ik zie dat jullie er echt heel veel zin in hebben. Ja, dat is het zo. Ik wens jullie heel veel plezier deze week. En je mag wel zeggen welke film er vanavond is, want dit wordt op zaterdag altijd gepost. Ja. Dus dan hebben we dit al gehad. Dit is King Richard. King Richard. Het goede verhaal van de zusjes Williams. De tennismeisjes. Okay. Ja, twee Mappers. Williams en Serena. Ja. Oké, okay, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, goed. Mensen zullen ongetwijfeld genieten vanavond. Tof.nu. Ja, ja, en je kunt nog kaartjes krijgen. Zeker. Tof.nu.
Geen reclame hoor, maar het is wel leuk. Kat. Jongens, heel veel succes. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dan hebben we de wekelijkse rubriek Michel met Torenpraat. En het is 5 jaar Terschelling TV, dus een oud gediende. Torenpraat, en in deze editie Lennart-Jan Geerts. Jeetje! Lennart, welkom. Ja, dank je. Mooi dat je kon met al je drukke werkzaamheden. Ja, het paste echt net even tussendoor vandaag ook. We moeten ook vanmiddag weer allemaal andere dingen doen. Ik ben vanochtend met de boot gekomen, vanmiddag met de boot weer weg. Dus het is wel fijn dat het even Dat is wel een heel jachtig leven. Ja, maar ja, daar kies je dan ook zelf voor. We beginnen altijd bij het begin. Ja. Jij bent hier geboren. Klopt. Dus hoe was dat om hier op te groeien? Ja, nou ja, voor mij gewoon heel normaal. Want je weet niet anders. Dus ik hoor ook wel mensen, dan vragen ze hoe is het om geboren te worden op zo'n eiland. Dan denk ik, ja, voor mij was dat de normaalste zaak van de wereld natuurlijk. Ja. Hè, nu in het werk en ook met mijn PABO-studie zie je ook wel scholen, situaties waar het heel erg anders is. Ja. Dat het ook anders kan. Ja. Hè, dat je wel geluk gehad hebt als klein kind hoe je hier bent opgegroeid. Dat, ja, maar dat besef heb je dus wel. Van het, ja, dat komt nu steeds meer. Je bent wel heel erg bevoorrecht. Ja. Hè, het wonen, opgroeien. Ja. Hè, dat is, ja, god, ja, waar heb je dat? Ja, precies. En dat zie je ook als je dan, vooral in Leeuwarden, ook voor mijn werk bij Omroep Friesland nu nog bij scholen binnenkomt. Ik denk, poeh, ja, zoveel kinderen in een klas. Helemaal geen natuur of weet ik veel wat. Als ik dan hier gewoon pauze had, dan speelden we in de duinen. Dat kan je gewoon niet voorstellen dat die kinderen dat daar niet hebben, want dat is gewoon een way of living. En jij bent hier op een gegeven moment, je ontwikkelt je hier. We komen langs de HEMA, daar ken ik jou nog van. Ja, toen kwam jij hier voor het eerst op het eiland, toen stond ik daar zeker. Ja. Ja. Heb je nog op veel meer plekken gewerkt hier? In deze straat? Nou, niet actief, niet betaald, zeg maar. Wel, ik heb wel veel andere dingen gedaan, natuurlijk af en toe eens ergens helpen, maar niet... HEMA was wel echt mijn eerste goede betaalde vakantiebaantje, zeg maar. Ja, die was echt gewoon het gezicht daar in de HEMA. Ja, maar dat heb je met mijn gezicht wel op meer plekken, heb ik af en toe het idee. Dat is een soort van enthousiasme dat ik over probeer te brengen op mensen. Nou, dat lukt je goed, dat lukt je goed. Ja, ben je enthousiast nu? Tuurlijk, Dan is het goed. Hey, en je bent de PABO gaan doen, toch? Ja. Ja, uiteindelijk. Ik heb eerst een half jaar bedrijfskunde geprobeerd te studeren. Ja. Was niet mijn ding, was iets te hard. Dat enthousiasme kon ik daar niet overbrengen in sollicitatiegesprekken of functioneringsgesprekken die ik moet oefenen. Ja. Dus dat en de manier van hoe de opleiding eruit zag, paste ook niet echt bij mij. Was het ook in Leeuwarden? Ook in Leeuwarden, ja. En toen kwamen wij bij Terschelling TV, toen ooit met Arjan en Hessel ook op school geweest. Op de basisschool hier, om les te geven aan kinderen over filmen, monteren. Gewoon die kinderen mee te nemen in het vak. En toen dacht ik, ja... Het heeft altijd ook wel getrokken dat ik denk, ik wil ook wel leraar worden. En ik vond dat ook wel weer zo leuk dat ik dacht, nou, ik ga eens mijn mail op dag PABO doen. En zo op die manier uiteindelijk heb ik daarvoor gekozen. Ja, en toen heb ik dat 3 jaar zeer fanatiek gedaan. En toen kwam corona. Ja, toen werd het wel wat minder. Het was wel lastig dat je dan niet naar een basisschool toe kan. Ja. Dat je dan niet dingen kan doen die je eigenlijk zou willen doen. Hè, lessen geven, dingen voorbereiden. Dus toen heb ik uiteindelijk gekozen voor... Wat anders, en dat kwam ook niet uit het niets, want ik was ben in 2020 natuurlijk gestopt bij Terschelling TV. Nou, toen ben ik wel om me heen gekeken van, ik vind de media ook wel erg leuk. Nou, toen heb ik zelf wat dingetjes opgezet op het eiland, de bingo's met Bernard, de quizzen met Bernard, maar ook zelf af en toe een nieuwsitem. Nou, dat trok ook wel weer. Toen kwam er een sollicitatieprocedure bij de NOS voor lokale journalisten. Dus niet in Hilversum, maar echt in je eigen regio. En dat was dan in... Gearworking, samenwerking met Omroep Friesland. Dus toen, we gaan naar Friesprutten. Ja, ik moest schakelen wat direct hoe. Nee, maar dat dacht ik, ik spreek geen Fries, ga ik dit aan? Nou, uiteindelijk heb ik dat dus toch gedaan. Toen dacht ik, Maar heb je ook echt Fries geleerd? Nu? Ja, dat moest in het afgelopen jaar. Ja. Ja, ik was aangenomen bij de NOS dan voor het regioproject in Friesland. Dus ik heb bij verschillende lokale omroepen geholpen en ook vooral bij Omroep Friesland. Dus ja, je komt op dingen gisteren. Het is nu dan een opname ietsjes langer terug. Maar goed, het was de PC in Vraneker. Nou, dat zijn echt van die Friese activiteiten waarvan ik dan... Moet je ook wel Fries spreken. Ja, dan moet je ook Fries spreken, maar dan moet je ook wel bij zijn dan, vind ik. Scootjesielen, vorige week was ik bij. Nou, dat vind ik allemaal... Ja, dan val je dan ineens zo in. Denk ik. Wat hartstikke leuk. Ja. Maar wel interessant. Ja, want ik kan me nog herinneren van toen dat jij echt als stip op de horizon had. Ik wil naar het Jeugdjournaal. Ja, klopt. Dat was echt een wens, was dat. Ja. En nou moet ik zeggen dat ik daar laatst ook op gesprek geweest ben en dat ik daar ook, ze wilden wel graag dat ik daar kwam op de redactie om te helpen. Alleen kan dat weer niet in mijn huidige NOS-contract, dus dan moet ik dat weer beëindigen. En
Nou ja, daar denk ik wel over na, maar dat is allemaal weer ingewikkeld. Dan moet ik echt naar Hilversum en die stap, dat vind ik nog wel spannend. Ja, en hoe doe je dat nu dan? Heb je nog woonruimte aan de wal? Ja, ik slaap ook in Harlingen, heb ik een huis. Dus dat is ook wel fijn. Dan, als ik dan in Harlingen moet zijn en Leeuwarden, veel omgeving Leeuwarden, dan kan ik daar. Maar ik ben ook zo hier. Als hier een item is, dan kan ik ook zo weer hierheen. Dus ja, dat is wel goed ideaal. Weer kun je het eiland zien liggen. Dat... Ja, zeker. Als ik s'avonds doe ik altijd even een rondje op de haven in Harlingen. En dan altijd even kijken van, bij de boot of bij hoe het is of hoe het gaat. En dus heb je dan niet de neiging van, ik wil die kant op? Ja, soms wel. Maar weet je... Het is altijd heel wisselend, want dan ben ik hier weer 2-3 dagen en dan wil ik ook alweer de andere kant op. Dan heb ik het ook wel, ik bedoel, het is in de natuur heerlijk, het eiland is fijn, maar soms met eilanders en de samenleving hier, dan denk ik wel, nou ja, dus valt overal ligt de focus op wat ik doe en wat ik, en dan, nou, dan denk ik lekker aan de wal wat anoniemer. Dat is ook wel lekker. Al is dat nu met het huidige beroep ook niet altijd zo. Want... Nee, als je Omroep Friesland doet, dan kennen de mensen je natuurlijk ook. Dan wordt het in Harlingen ook wel anders. De buurman. Wat zijn je ambities? Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel lastig. Inderdaad, je zegt het jeugdjournaal, dat was altijd wel een grote ambitie. Maar dat is ver weg. Het is Hilversum. En je wil ook altijd wel die link houden met hier op het eiland. Dat is wel, ik wil altijd wel terug kunnen als het moet. Of als het kan. En dat maakt lokale journalistiek maakt dat ook wel weer heel erg leuk om dat te doen. Dus ik ben nu ook aan het kijken met de NOS en Omroep Friesland of we wat meer lokale journalistiek weer hierheen kunnen krijgen. Dat je echt dingen uitzoekt, verhalen maakt die echt journalistiek inhoudelijk zijn. Naast de dingen die al gebeuren, want er gebeurt natuurlijk genoeg. Ja. Dus dat zou wel erg leuk zijn als dat ook lukt. Als we die kant op gaan. Maar ja, dat is afwachten. Nou, goed. Je bent nog jong, je kunt alle kanten op. Dat scheelt. Hey, we staan inmiddels alweer voor het wakende oog. Ik ken het concept inmiddels. Ja, dus, je krijgt zo'n dilemma. Eerst cadeautje. Altijd afstemmen natuurlijk. We bestaan, daar heb je ook een groot aandeel in de Schelling TV. We staan onderhand... 5 jaar. Ja, op de kop af zeker nu, ja. Dus toen ging ik nadenken van, ik ben best wel vaak ook door jou geïnterviewd. En een van de dingen die ik heel leuk vond, was het paddenstoelenverhaal. Ja. Dus ook, want ik weet nog wel dat je mij belde, 's ochtends van, hoe zit dat? En dan gooien we dat in de uitzending. En toen ontplofte het helemaal. Ja, dat had echt impact, hè? Dat had echt impact. Schelling TV gaf daar een mooie sweeper nog aan. Dus ik dacht, het kan niet missen. Ja, die vind ik wel heel vet. Een paddenstoelenshirt. Ja. Dus nou, we hopen hem... En hier staat het dilemma ook op. Daar staat ook een soort van. Ja, gaan we naar het strand of gaan we naar West? Dus, West. Maar dat was niet ingewikkeld. Ik ga graag met de boot. Ik ben graag op het wat. Ik ben hier natuurlijk opgegroeid, geboren. Ik vind het ook leuk om Oost, maar West is wel West echt West is jouw ding. Nou, dan mag jij die kant richting op lopen. West. Loop ik richting Oost. Ja, daar woon je ook toch, of niet? Ben jij verhuisd? Ik ben verhuisd. Oh, leuk. Dus ik woon nu in Midsland. Volgende keer doe ik weer een gesprek. Dat is leuk. Komt helemaal goed. Dankjewel. Dames en heren, wij willen Terschelling TV van harte feliciteren met het 5-jarig bestaan. Vijf jaar? Ja, wij vertonen ook al heel wat jaartjes, maar zij vertonen elke dag verse nieuwtjes. Nou, alles fantastisch. Terschelling TV, blijf erbij. En die komen altijd bij ons. Yay! Ja, en dit was dan weer het Terschelling TV jubileumjournaal. Jazeker, 5 jaar jubileum. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. En wilt u abonnee worden van dit kanaal? Want dat zou ik zeker doen op dit moment. Nou, dat is heel simpel, want dan druk je op de... rode knop, de abonneeknop. De abonneeknop, inderdaad. En dan krijg je altijd een melding als er weer iets is. Een nieuw journaal bijvoorbeeld, of andere dingen. Je kunt ook even een mailtje sturen naar ons als je iets hebt, een leuk onderwerp of iets leuks wilt vertellen. Dat kan op info@terschelling.tv. En wil je meer nieuws? Neem dan gewoon een abonnement op de Terschellinger. En dat kan door een mailtje te sturen naar info@deterschellinger.nl. Nou, dat was het eigenlijk. Nou, nog niet helemaal, want we hebben natuurlijk altijd het bekende duimpje. Dus als je dit een leuk journaal vindt, wees zo vrij om zoveel mogelijk duimpjes aan te klikken. En wil je felicitatie kwijt of wat dan ook, laat iets leuks achter in de comments. En dan denk ik dat we 5 jaar lang weer iets gaan doen. Dus we zien jullie terug over een jaartje of 5, 10-jarig jubileum. Goed idee, toch? Ja, tot volgende week. Tot volgende week.